Hoe krijg je met About destijds het balletje aan het rollen? About? Zeg maar dat je... Muzikaal gezien? Nee, dat er... Dat er je had die muziek gevonden die je wilde maken. Uh-huh. En hoe ging het toen verder? Ja, zoals heel veel mensen dat altijd doen. Gewoon demo'tjes rondsturen en proberen met mensen in contact te komen. En iemand zo gek krijgen om dat ding ook daadwerkelijk op de markt te brengen. En ja, uiteindelijk heb ik Cockroach Disco, dat label uit Berlijn, zo gek gevonden om hem ook echt te gaan persen en uit te brengen. Maar daarom vooraf waren veel afwijzingen gegaan of zo? Oh ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb denk ik toen ook wel 50 demo's of 50 cd'tjes of zo rondgestuurd. En nou ja, als je daar een handjevol reacties aan krijgt, dan mag je blij zijn. Maar was je daar voorbereid? Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel, het is altijd balen als je niks hoort. Ik bedoel, liefst had ik van allemaal wat gehoord, want ik vond allemaal toffe labels, want anders had ik het niet opgestuurd. Maar goed, ja, soms krijg je wel een reactie, soms krijg je ook een reactie van, ja, we vinden het heel tof, maar nee, dankjewel. Is er nog een reactie die is bijgebleven van toen, die misschien niet zo positief was, maar waar je wel iets aan had? Nee, er waren wel een paar reacties van labels die vonden het niks. Die zeiden dat ook wel, maar... In één geval heb ik ook wel reactie gekregen van, ja, misschien moet je die en die eens gaan luisteren. Dat zit bij ons op het label, dat vinden we wel goed. Maar nee, ja, verder. Mensen laten vaak natuurlijk toch of weten van, we vinden het tof, we willen er iets mee doen. Of we zijn geïnteresseerd, of je hoort gewoon niks. En toen kwam je in Duitsland terecht, althans bij een Duits label terecht. Ja. Was dat een van die labels die je heel graag wilde? Zeg maar, dat jij heel graag bij hem wilde? Ja. Ja, ik bedoel, ik kende Jason Forrest daarvoor al, degene die dat label runt. Dus het was ook wel bij hem makkelijker om in contact te komen, zeg maar. En het was niet mijn eerste, het was niet de meest voor de hand liggende keuze, om het zo maar te zeggen. Omdat ze doen met name echt elektronische dingen en ik zat natuurlijk een beetje op die scheidslijn destijds. Dus hij heeft me op een gegeven moment ook echt wel gebeld en gevraagd van, weet je zeker dat je bij ons wil? Zo, ja, oké, welkom. En dat was ook, dat is ook de jaren daarna wel, was dat ook wel duidelijk. Ik was wel de meest poppy artiest op dat label. En ja, er waren ook soms wel shows waar ze ons leuker vonden, zeg maar. Als we een label showcase hadden, dan dat wij dan het meest populair waren bij het publiek en dat die harde dingen niet zo gewaardeerd werden. En het is ook andersom gebeurd. Dat wij een soort van circus act waren wat mensen dan helemaal niet leuk vonden. Maar dat was ook een beetje wat Jason probeerde te doen met dat label op dat moment. Gewoon heel eclectisch en alles bij elkaar en alles is tof. En, ja, heel, heel erg. Gewoon ook de mashup techniek zoals hij dat ook in zijn eigen muziek had. En zoals ik dat ook in mijn muziek destijds had. Alle artiesten op dat label. Probeerde die ook in het concept van het label, zeg maar, tot uiting te brengen. Dit is 2006 ongeveer? Ja. Waar leefde je in die tijd van? Ik had toen nog een bijbaantje. Twee dagen in de week als IT-knakker. En de rest van de tijd ging wel op aan de muziek? Ja. En zo redde je het? Zo redde ik het, ja. En ja. Daarna heb je... vrij veel opgetreden, getoerd. Mm-hmm. Welke les heb je daaruit geleerd, uit dat toeren? Ja, een soort hardheid in gewoon wat dikkere huid krijgen. Wat in het begin wel echt lastig was. Een bepaalde soort routine, zeg maar. Onoverwinnelijkheid als je op het podium staat. Dat je gewoon weet, degene met wie je speelt, van... Wat er nu ook gebeurt, we gaan toch wel door. We spelen onze set toch wel af. Al krijg je een glas bier naar je hoofd of zo. Of, ik heb zelfs in Brussel ooit een handtas naar mijn hoofd gehad. Van een meisje wat het echt heel kut vond. Het geeft iets heel stoers of zo. Dan toch je, weet je wel, het maakt niet uit wat je doet. Ik sta achter wat ik hier sta te verkondigen. En, het is oké als je het niet tof vindt, maar... Maar die dikke huid krijgen, hoe krijg je dat voor elkaar? Gewoon door te gaan? Doorgaan, gewoon spelen en een paar keer uitgescholden worden. Ja, dat denk ik. Gewoon heel veel spelen. Gewoon,
ervaring op doen.